We zijn living! Ik deed niks. Ja. Ook voor de live mensen, ik deed dus niks, hè. Ik deed nee, niks. Dat is, ga je nu pas zeggen, ja. Zo kunnen wij toch. Ja, precies, ding. Ja, goed. Jullie zeggen dat ik mijn scherm zo eigenlijk, maar dat doe ik. Ja, goed, we gaan beginnen, jongens en meisjes. Oké, laten we deze keer met dezelfde regels als de vorige keer kijken naar de bingo-kaart voordat we beginnen. Want dat hebben we de vorige keer niet goed in ging. Heel ziek. We hebben TM50 of Nightmare, de Glacier Badge, Soft Sand, 20 Pokémon Owned. Dan moet je gewoon in je Pokédex kijken, denk ik, hè? Ja. TM20 of Endure. Berry Juice, Item Finder, Kadabra of Machoke, Ho-Oh of Lugia, een shiny Pokémon, want dat kan gewoon, dat is dus of als je de shiny, of een random shiny krijgt, of de shiny in Lake of Rage. Oké. Dat extra vakje is alleen bij random shinies en niet bij de shinies van Lake of Rage. Oké. Dan hebben we, waarom doe ik mijn control, oh mijn controller ring is uitgegaan. Wacht, de shiny, de Lake of Rage shiny telt wel. Voor a shiny Pokémon wel, ja. Voor het vakje. Voor het vakje, ja. Evolve 4 different Pokémon, a Dragon type Pokémon, encounter Suicune on route 42. Daar, die is even interessant. Ik denk dat we moeten doen of encounter een wilde Suicune, of de Pokémon die Suicune is geworden op route 42. Nee, maar het is gewoon dat hij in de, het is gewoon dat hij in de overworld is. Dan zit hij op een bepaalde route. Ik denk dat dat het is. Maar... Ja, maar je encounter op route 42, dat is de encounter dat je hem kan vangen, zeg maar, in game. Nee toch, hij zit gewoon in de, hoe heet het, gebeuren? Overworld. In de overworld. Volgens mij wel. Nee, hij zit in de Tin Tower in Gold Silver Crystal. Daar vang je hem. Maar route 42, dat is tussen Molagony en dinges. Ja. Ja, oké, nee, dan wel. Maar die Dragon type is vangen, denk ik. Ja? Ja. Dat is met alle andere Pokémon, hè? Ja. Bayleaf, Kilava of Croconaw. De Goldberry. Arcanine of Ninetales. Slowpoke of Poliwag. 3 baby Pokémon. Vangen. Zeg je? Poliswag is het trouwens. Ja, Poliswag. Poliswag. TM11 of Sunny Day. Defeat Lapras. Dat kan gewoon elke Lapras zijn die je tegenkomt. TM10 of Hidden Power. Een Pokémon met Minimize of Double Team hebben. Ja. Nidoking of Nidoqueen. Complete 2 Ruins of Alf puzzles. En Receive een Elixir. En ik zou gewoon een Elixir krijgen. Dat is voldoende. Oké. Ja, helemaal goed. Ja? Oké. Dan wou ik nog één ding zeggen. Oh ja, we hebben een tijdlimiet tot... 22 uur, zeg maar, tot 10 uur 's avonds. Ja. Oké, deal. Ja? Zijn we er klaar voor? Ja, zeker. 3, 2, 1. Wow, ik zag al een valse ring van Sandering. Altijd hetzelfde. Nee, ik was even te stil aan het staan. Jullie lopen nu allemaal voor. Sandering, dus, ja, pushes. Ik stond echt 3 seconden stil, omdat ik te vroeg begon. Dit is zo'n cheater boy. Amazing. Wat is dit, Sandering? Jullie zijn al in de overworld, ik nog niet, joh. Ja, wie is het probleem is dat, ding? Kut, ik kan niks. Boom. Wacht even hoor, jongens, ik kan niks. Wacht even. Je zou maar een onderhond zijn. Hou dan al, ik ben altijd die onderhond. Ja, woensdag. Oh, het is echt woensdag. It's Wednesday, my dudes. Boys, ik ben, hallo, professor Helm. Hoe is het leven? Hij heeft denk ik een Pokémon vorm. Denk ik hoor. Dat denk ik. Gadver. Nou, laat me nog wel eentje pakken, joh. Oké. Ja? Laat me nog gaan. Pokémon. Wat? Wacht, Suicune hoef je toch niet te hebben, of wel? Nee, maar het is een hele goede Pokémon. Ik heb Growlithe. Oeh, Moltres. Ik heb echt gewoon... What the fuck, Sandring heeft Lugia. Kom maar binnen. Dat je zo wil winnen. Oh, ik ga voor de Caterpie, oké? Ik ga voor de Caterpie. Ik ga voor de Caterpie. Hier komen. Nu kies ik gewoon Lugia. Oh, vervelend. Ja, echt. Nou, poep gebeurt, jongens. Opnieuwing.
Ja, reset. Reset. Nee, kunnen we echt ik ben eigenlijk in die onderhond. Laat me nou, laat me. Hé, heb je weer een cloister als encounter in deze route 1? Oh, volgens mij kan Lugia niks, bedenk me nu. Die kan alleen Whirlwind. In deze game. Oh. Snel andere Pokémon. Nee, die heeft vast Gust. Aeroblast. Ah, wat doe je? Dat je zo wil winnen, Sandra. Echt, dat je zo wil winnen. We weten dat je de onderhond bent, maar dat je zo wil winnen. Ja, ik kan dit, jij bent een gerandomized. Ik kon er niks aan doen. Hé, hey, heel ziek, King. Heel ziek, King. Heel ziek. Oh, wow. Lankering. Oh ja, dus het vieze verhaal wat ik wilde gaan vertellen. Ja. Yeah. Dat was dus afgelopen maandag kwam ik van kantoor. Was ik net klaar met werken en ik wilde naar huis gaan. Okay. Ik kreeg toen een bericht via mijn telefoon of via mijn horloge van je hebt een mailtje ontvangen van dat bedrijf wat zeg maar die amiibo van de Ganondorf statue moest leveren, dat vertraging is. Ik pak mijn telefoon, ik probeer het mailtje te lezen. Opeens valt er iets op mijn hand. En ik denk, is dat een regendruppel? Is het fucking mail en schijt? Wat naar, vogelpoeping. Godverdomme. Zeer naar, ik moet echt oppassen met mijn pp, bedenk ik net. Maar zo even, we zijn jullie trouwens allemaal begonnen met een legendary starter. Ja. Jazeker, ring. Wat? Heb je dan ook een legendary starter? Ja, ik heb 3 mollen. Dat zijn er 3, heb ik gehoord. Wauw. Kom ik aan met Charizard. Hij is niet meer trash. Een Charizard. Ik kan niet wachten tot ik eindelijk weer een Shinies in de kuil tegenkom. Oh, ga die staat gewoon op jouw naam geschreven, Sander. Ja, zou en dan chill kan zijn ik ook meteen die Kulava. En dan kan ik ook meteen die Kulava. Oh ja. Yo, ik heb Mystery. Kan ik die ook afkrijgen? Dat is jammer. Mystery Egg. Zet ik de moment in. Lekkering. Ja, laat me nou gewoon. Ga aan. Nee. Hey. Weet dat ik heel heb, bedoel ik. Je moet lekker praten. Oh. Praten met die guy. Echt al in de andere kant van de wereld. Die zijn echt al bij Aquatique of zo inmiddels. Klopt. Ja, dat we gaan zo snel, wij vliegen er doorheen. Milaning heeft al het eitje. En dan heb ik dus een Lugia, hè? En jullie vliegen er doorheen, hoe dan? Nou, een Lugia, nee. Ja, ik ben gewoon op de rug gesprongen van Charizard, dus oh ja, ja oké, fair enough. Zo! Barry. Lekker dit. Gewoon 3 keer geleveld door een killer van een Yamma. Wee! Ik heb Barry gevonden. Heb jij ook Barry gevonden? Nee, dat heb ik al. Nee, hoezo? Die heb ik ook. Oh. Ik kan niks. Ja, dat wist hij al. Oh, ja, dat wist je. Okay. Oh, ik las trouwens dat Miyamoto het had over een Zelda-film. Ja, maar dat was toch al bekend dat die zou komen? Volgens mij was daar wel speculatie over. Speculatie. Who would win? A Lugia from level 6 or a Caterpie from level 5? Yo. I don't know, man. Ik denk zet mijn geld op Caterpie. I mean, ik heb wel gehoord, geruchten gaan, dat Caterpie wel moet plassen, man. Oh, wauw. Is dat zo? Ja, maar dat heb ik gehoord, hoor. Het ding is wel, Caterpie is de onderhond, jongens. Ja, zeker. Het is wel de onderhond. Het is zeker de onderhond. Het is wel dat onderhondje, ja. Echt, hoor. Ja, hè? Nou, dat is wel waar. Wauw, Meganium. Ah. Dat is alleen geen Bayleaf, dus dat is wel jammer. Hi Bayleaf, I can fly. Nog even iets anders wat ik wil jullie wel afspreken. Ja. Op het moment dat het 10 uur is, dan wint degene met de meeste rijen en daarna met de meeste vakjes. Dus als iemand, als er 2 mensen al 1 rij hebben, zeg maar, dan wint degene met de meeste vakjes. Okay. Ja hoor. Ik denk dat dat wel het eerlijkste is. Ja, dat is wel eerlijk. Maar ja, als je bijvoorbeeld wel 10 vakjes hebt, maar geen enkele rij, dan is degene die maar 8 vakjes heeft, maar wel een hele rij, die heeft dan gewonnen. Snap je? Ja. Helder. Dat kan. Dat mag. Ja, zeker. Item find, ik weet niet eens wie die krijgt in deze game.
Ik welling. Ik ook. Lankering. Oh, hij vindt een Arcanine. Nee, dit is de dude. De dude. Betekent niet dat hij daar dan wel is? Nee, volgens mij niet. Maar Elekid zit hij wel. Dat is zo'n baby Pokémonnetje. You just be allocating. Nando komt toen straks al een Cleffa tegen. Oh, ja, Pikmin. Ja, die zoek ik nu ook, maar... hij wil gewoon niet gevonden worden. Ik snap het wel. Dat is de mening. Jotun. Jammer dat Vampy geen baby Pokémon is. Nou, nog eentje proberen en anders ga ik gewoon door. Potverderie, jongens. Dit is niet normaal meer. We kunnen ballen kopen. Ballen. De ballen en laat ze ook niet vallen alsjeblieft, want dan wordt het boos. Nee, dat moet zeker in die ding. Oké, 30 pokeballen, let's go. Let's go. Let's go. Woep. You just get kidding right now. I do not be kidding. Come on, back. Hey, Slugma. Slugma. Yo, call me, man. Call me. Call me, Slugma. Fucking call me. Fucking Elekid. Hoe is een baby Pokémon zo moeilijk te vangen, echt waar? Janken dan vuile baby Pokémon. Oh, baby Pokémon hebben een moeilijke catch rate, hè? Ja. Wat? Ja, ik kom alleen maar fully evolved mons tegen, zoals Machamp en Lantern. En dan weet ik van mannen weer. Ik dacht dat baby Pokémon juist een low catch rate hadden. Omdat ze losers zijn. Ja, hij heeft een low catch rate. Wat betekent dus dat hij dus moeilijk te catchen. Ja, ik bedoel een laag percentage kans. Nee. Ik snap wat je bedoelt, maar het is in ieder geval, ze zijn moeilijk te vangen. Net als steel types. Ja. Dus stel, je hebt een steel baby Pokémon, dan ben je genaaid. Inderdaad. Maar volgens mij zijn die er niet. Nee, volgens mij niet, nee. Het is wel handig om te weten voor de Pokédoku's. Ik wou net zeggen, dus dat is geen optie bij de Pokédoku. Maar ja, je zou ook denken dat Mega in Kalos ook geen optie is, omdat het is 100% en dat is dan ineens wel een optie. Nee, opties te zijn, zat in de regels en dat. Dat is wel lekker. En dan zei hij, oh nee, toch niet. Oh no. Oh, hij heeft een Flaflip. Wat moet je nou weer met de Flaflip? Flaflip voor coverage. Oh. Voor coverage. Suicune is geweldig, maar ja, ik moet toch wel iets hebben. Ik doe alles gewoon met 3 mollen. Lekker. Okay. Doe dat dan. Oh, hallo Celebi. Hallo there. Ditto. Een HP up. Dat is niet down. Nee. Een HP down. Oh jee. Sanne, je staat gewoon al 10 minuten voor, dus normaal. Ja, maar kan toch niet dit? Ik stagneer nu helemaal, hè? Dat heb je door. Yep, door, ja. Ja, fucking. Maar als ik me nu stagneer, dan zie je me niet meer. Waarom ben jij dit gewoon mijn encounter? Ah! Raikou. Ik heb hem wel. Ik heb een ideetje, zoals Jimmy Neutel. Ideetje. Unknown? Nou, Flipendo. Dit is gewoon een A hoor, dus zo unknown is het niet. Unknowntje. Is het een unknowntje of een dunknowntje? Allebei. Oh. Kom vechten dan, Kali! Oh, daar. Zo, wat een agressie in één keer. Ja, dat was wel even heftig. Arcanine zit hier helemaal niet, wat kut. Oké, jammer leuk. Hé, hey, Lugia. Dag, Lugia. Magmarie. Oh, dit meen je toch niet? Jazeker. Wacht, Oddish is... gedood door een Oddish? Nee, dat nog niet. Maar Oddish is geen baby-Pokémon, toch? Nee. Oh, ik word wel dood door een golem zo, denk ik. Oh shit. Ja, maar golem is wel iets betere bedreiging dan... ik ga zo ook dood. Hij keer viert mij. Dit wordt wel een struggle battle.
Aangezien mijn arrow blast is op. Oh. Niet normaal meer. Easy kill, easy kill. Het was ook wel een caterpie, dus. Ja jongens, dat is het grootste bedreiging van de wereld tegenwoordig, hè? Die zijn ook kut. Tegenwoordig wel, mijn rifle heeft één. Ik weet niet wat ik toe zeg. Oh jij, wel gaan we doen. Hoe move deed jij? Ah, die move. En Toto Delay. En die hebben ook een low catch. Move charge side, je hebt nog 2 AP, doe het, joh! Nee. Oh, Sandring zit te struggelen. Geen crit, geen crit, geen crit, geen crit. Oké, ik ben sowieso dood. Joep. Nou, allemaal. Ik heb hem ge-one-shot, dus... Ja, oké, ik leef nog. Oh, en dan ben ik wel dood. Deze toden, dat was maar aan het teasen. Net ja, ik ben dood. Ik toden, dat hem lead sheet. Oh, nee. Ja, ik kon hem niet zoveel. Ik ben al 5 trainers lang geparalyzed. Oh, Milan, als het een goldberry was, hè. Ja, dan ben ik blij, boy. Hij heeft een Toto Delay. Yes. Yes. Ah, Sandwich. Oh, dat is hij meteen ook al de klokken al. Ja. Die onderhond, hè. Die onderhond gaat gewoon winnen dit keer. Dus de onderhond. Dat weet je niet. Maar die onderhond maakt een kantje. Misschien dat moet zou je wel gegund zijn, hè, sappig. Ah, dat vind ik niet. Het is jou ook gegund door Mikey. Dankjewel Sander, dankjewel. Dat waardeer ik. Yo, Toto Delay. Ik heb alleen geen geluk met mijn encounters. Het zijn allemaal... geen Weemons. Nee, bij mij zit het ook nog niet mee, maar dat kan allemaal nog komen. Ja, zijn er allemaal poesies. Zie je, deze talk van hem, dat zorgt er weer voor dat hij niet wint. Nee, maar ik zag twee meisjes op jullie scherm. Ik zag een Sandrip meisje en een Executor meisje. En een Onyx meisje nu bij Mr. Nanowing. Het is een jongetje. Ja, het is inderdaad een jongetje. Oh ja, ik weet... Oh, oké. Okay. Nee, het waren allemaal jongens trouwens, want ik weet niet hoe jonge meisje werkt tegenwoordig. Okay, ah, dat geeft niet, Sander. Nee, weet je, dat is ook lastig tegenwoordig. Daarom. Ik zag niet... Oh, dubbel slap. Ja, daar hebben we niks zoveel aan. Slap. Klap. Ah, dat is wel een gouden ouwe. Ja, dat is wel een goeie. Dat was dat live karakter in Jimmy Neutron. Ja, zeker. Ik kan niet wachten totdat Jimmy Proton uitkomt. Maat. Ik hoorde de zucht ook al. Dat vond ik leuk. Bedankt. Lekker. Seal. Oh, die kan ook evolving. Oh. You have to seal the deal, Sandring. Seal the dealing. Nee, I do gong. Daar niet aan. Wow. Dat was gewoon niet grappig. Dat heb ik door. Ja, niet dat jullie denken, snap ik de grap nou niet? Nee, dat was gewoon niet funny. Okay. Ah, rustig. Oh. Ik kan niet wachten tot ik die experience... Oh, wacht. Nou. Dat zit niet in deze game. Wat wel in deze game zit, zijn trainers. Trainering. Koffing! Oh, waarom kan ik deze nou niet vangen? Die vind ik leuk. Dat is een leukie. Nee, dat is een Engelse Pokémon namelijk. Dat vind ik mooi. You do be loving Engelse Pokémon, eh? Precies, ing. Jij snapt, ing. Good, ing. Ik ben iets vergeten, ing. Ja, zomaar iets vergeten. Ik ben wel trots op jullie. Hoe goed jullie in Engels zijn. Ik ben trots op jou dat je gewoon al bijna een half uur voor staat. Ja, exact. Ja. Lekker in, Sandry. Oh, dat kan wel. Hey, ho-ho. Maat. Ho-ho-ho-ho-ho. Het is van de trainery. Het is van de trainery, jongens. Het is wel Lex entry. Dan kan je zoeken waar die is. Ja, zeker. Over zoeken waar die is gesproken. Niet op mijn scherm kijken. Oh, een 9 staart. Ja, een 9 staart. Maar het is anders dan een Arcanine. Oh ja, ik wil zeggen, ik vecht nu tegen Arcanine, dus...
Even kijken. Nou, ik kan beide Lugiano vinden, maar Ho ook, die kan ik in de cave volgens mij vinden. Niet de Dark Cave, maar die andere. Oh, en Togepi is een baby Pokémon, dus die kan ik ook zoeken. Deze man. Is Togepi een baby Pokémon? Ja, ik denk het. Ja. Ja. Togepi is sowieso een baby Pokémon. Ja, dat denk ik. Hey, maar als je die ene egg hebt, dan heb je natuurlijk sowieso al één. Oh, nee, ja, want het is ook randomizing. Oh, het is randomizing. Oh, ja. Woehoe. Nee, wacht. Nee, dat is een elixir. Helaas. Pindakaas. Zo jammer weer. Ik had hem je wel gegund, hoor. Nou, gelukkig. Ik had hem wel bijna aangeklikt, maar verder. Shield, Jotun. Waar staat die fucking 9? Waar staat die 9? 9 staart. Hier, daar staat hij. Ja, dat is ook wel logisch. Dat is niet zo Seeking. Dat is inderdaad niet zo Seeking. Misschien dat je nog Vulpix kan vinden. Alleen een Firestone krijgen is wel heel kut in deze game. Daarom. Het is een randomizer, dus op zich, wie weet. Wie weet. Oeh, dit vind ik wel. Raging of Scratch? Ik ga Raging. Raging. Ik heb Berry Juice al. Rage. Maat. Lekker. Ja. Sander, je staat nu gelijk. Ja. Nou ja, degene die het vorige potje steeds voor aanliepen, die lopen nu achter. Of niet, Milani? Zeker, Ring. Maar dit is niet erg, Ing. We komen wel terug, Ing. We stoppen nooit! Dat is wat anders. Totdat 10 uur is. Ja, kut. Ja. Gadverdamme, een Jinx. Waarom hoor ik niemand meer? Huh? Omdat je doving bent, Ing. Rihanna, doving. Oh, je bent er weer. Jullie zijn er weer. Ik denk dat mijn internet eruit viel, want alles deed raar. Was je internet toevallig sinds je bent gone? Ja. No way. Jongens, ik heb trouwens heel slecht nieuws, hè? Dat is. Mijn kalm iets lukt, maar hij is dus geblokt in elk land. Echt? Nee. Ja, dus niemand kan hem meer zien. Hoezo? Wow. Omdat Call Me Maybe erin zit. Oh, copywriting. Omdat het deuntje erin zit. Ik heb een XP-share gevonden. Maat. Wacht, die zit wel in deze game? Ja. Ik dacht dat hij niet eens in deze game zat. Heb ik hem gefuckt? Nah. Dragon Fang? Nee, dat was niks, hè? Wat heb je gefuckt? De puzzel, blijkbaar. Oh. Hey, Feraligatr. Oeh. Oh, die heb ik net gekilled. Dat wordt Toadel tegen Feraligatr. Kijken wie je gaat winnen. Ik ben paralyzed. Hey, nou, ik wou zeggen, ik wilde 10 euro gezet op de Totodile, maar nou die paralyzed is... Ik was al paralyzed hoor, voordat de battle begon, maar... Ja, ik heb wel gewonnen. Nee, oké, top. Dan was die 10 euro goed besteed. Ja, dat was zeker goed besteed. Daar kon jij eens een smarty pants. Ja, zeker. Hij gaat vaak naar de McDonald's. Ja, precies. Hey, ho, dat de McDonald's van mijn werk letterlijk om de bocht is niet mijn fout. Nee, dat zeggen we ook niet. Hè. Dat zeggen we dat ook niet dat het iets negatiefs is, hè? Nee, zeker niet. Positieving. Dat is Engels voor positief. Zeker. Positieving. Krijg de positieves. Ga ik. Ik ga gewoon risking. Misschien. Oh nee, rap. Of is het niet zo. Oh, dat is in deze game gefixt. Ik ben blij dat we niet Gen 1 spelen. Dankjewel. Goden. Alsjeblieft, denk. Arceus. En Milan, vooral ook eigenlijk. Vooral Milan. Nee, je zei Goden toch wel? Nou, ja, dat klopt. Ja, dat is wel waar. Dat zei ik zeker. Can't escape? Wel. Waarom werkt het niet als ik gewoon jawel zeg? Ja, hij zegt duidelijk jawel. Ja. Kom op, jongens. Duidelijk kan je niet hebben. Nee.
Oh, Milan die heeft al Nidoking gevonden. Ja, maar ik word genaaid door het systeem. Ik heb al 15 bals gegooid. Nee, niet 15 bals. Nice. Oh, jee. Ah, nu heeft hij... I'm on the boarding! Oeh, wie is er nog niet? Nando staat nog er nog niet op. Boarding. Nando Wing heeft ook al een paar keer gewonnen. Dus de dat... Unown is trouwens de Nidoking, dus er zijn hier een hele hoop, hele hoop Nidokings. Wauw. Oh, lekker. Dan Engels Pokémon. Lekker. Koning der Nido's is dat, om precies te zijn. Alleen maar... Dat werkt niet. Ik moet dan... Als je zo rondloopt, hè, hebben jullie dan ook niet van... Stel, je zou dit op 100% spelen. Hoe fucking slow is deze game? Ja. Ja. Ja, dat zou die zekering zijn. Zekering. Dat is een Engels ding, hoor. Maar echt. Nidoran female, dat... Oh, nee, dan heb ik een nodig. Oh, ik heb ook een XP share. Nice. Wat, iedereen? XP share, links en rechts. Rechts. Links en rechts, ja. Ja. Kunnen we eens even kijken die... Een rare candy. Dat is wel raar. En een stukje. Spel tag. Ja. Zullen we een spel doen? Ik noem het tag. Dat is tikkertje, weet je dat? Ja. Dat wist ik. What the freaking... Lizzie. Je bent zo'n broek. Ja. Smarty pants. Smarty pants. Een slim broekje. Lekker. Lekker broekje. Oh, wat gebeurt hier nou? Ik doe echt 0 damage, letterlijk. Nevermind. Toen kreeg ik een crit. Had ik eerder. Hey! Ai. Toen had Middel ineens de voorsprong gepakt. Ja. Tot zover mijn voorsprong. Yep. En dan ga je gewoon inhalen, Xandering. Want ik weet dat jij de wereld kan redden. Ah, dat is wel waar, dat is wel waar. Pam, 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 trouwens. Die was vergeten. Was je wel... Nee, ik heb safeguard geleerd! Oeh, oh nee, wacht, kut. Kutzooi. Nu heb ik geen circle meer. Oh. Oh. Dan gaat deze battle echt tering lang duren. Oh, wat kut. Uh-oh. Wat kering. Uh-oh, SpaghettiOs. Oeh, Larvitar. SpaghettiOs? Ja, SpaghettiOs. Blijf zitten! Oh, trouwens, volgens mij kan Grimer minimize leren. Volgens mij wel. Oh, dit is na. Doe een crit, please. Dat doet ook maar 2 damage. TM12. Ook nog dubbel kick, dat doet dubbel. Aurora Beam! Lekkerie! Hey Milan, heb jij toevallig dat Pokémon's evolueren die niet getraind zijn, of moet dat wel gebeuren? Anders vang ik deze Gastly even. Ja, dat weet ik echt niet. Nou, dan vang ik hem al gewoon. Vang hem gewoon, je kunt hem sowieso ook naar een hand doen, toch? Daarom. YOLO Ball. Niks mis mee met een YOLO Ball. Zeker niet. En de genade is alleen dat hij er niet in blijft zitten. Zijding. Oh. Say hey. Jen. Problemen maken, daar houdt hij van. Hey, helemaal Jen. Geen. Oh, kom op zeg. Hoe vaak wil jij nog triple jiggelen voordat je blijft zitten? Jiggle. 8. Is het een ditto? Nee, dat is echt een... Ja, je boy! Maat, hoe durf jij? Oh, oké, hij was nog niet on the board, dan mag. Oh, je boy is back. Ik heb 2 keer achter elkaar een revival herb gevonden. Nice. Ik heb al mijn Pokéballs vergooid aan een Gastly van level 4. Nice. Oef. Ja, dat is jongen. Is toch niet normaal meer? Niet zeker niet. Ja, nee, niet normaal meer. Ik moet even. Ik had het zo leuk gevonden als Milan nou niet verpest had, want dan had iedereen 1 dingetje op de bord. Dat was toch leuk geweest? Ja, zeker. Dus jongens, even meerderheid. Ik ben met je eens. Democratie en shit.
Net als jij, dat jij er niet niks aan kon doen dat jij Safeguard leerde, kon ik er niks aan doen dat ik opeens een elixir vond. Mm. Ja, natuurlijk. Een poepitar. Nee, dat is wel zo. Dat is wel zo. Hé, rode haarige, ga niet zo lopen praten. Bozo en Sally. Moet ik die guy ook verslaan in deze game? Ja. Het zooi. Jazeker. Het zooiing. Ja, moet dat eventjes doen. Yo, pit geel. Dit is van het automerk, toch? Pitgoot. Ja. Max ja. Pit met het leeuwtje. En dan snap ik niet waarom het de vogel is, Pidget. Als het een, ook een automerk is. Met een... met een leeuwtje erop. Dat vind ik altijd raar, maar goed. Ah, waarom ben jij niet met een counter? Ik heb watergunning! Wildseeking! En een nieuwe Feraligator trouwens, wat funny. Feraligator. Niet de fans laten vellen. Is de verkeerde. Durf ik niet aan, dit durf ik niet aan. Ah! Yo, my Feraligator wordt tiny door de Arrow Blast. Telt dat? Nee. Het was sowieso ook niet mijn ding geweest, dus terecht wel, terecht. Big oefening. Nou, zo. Ik hou alweer in. De onderhond had altijd in. Zeker. Dat is niet waar, want ik heb heel vaak ook niet in gehad trouwens, maar... Maar was je dan wel echt de onderhond? Dat is dan de grote. Ja, vraag. Ik was wel echt de onderhond, want ik had dan steeds 2 vakjes en jullie hadden er 50 of zo. Maar eigenlijk was de vorige keer Rusty de onderhond, want hij kwam steeds meer in de buurt. En we hadden niks van hem verwacht, omdat het zijn eerste keer was. Ja, ja. Ik kom altijd stiekem uit een hoekje tevoorschijn, dus... Hij is nog stiekemer. Is het eerst? Ik zeg niet heel veel over mijn progress, maar ineens keer hop en dan ben ik ineens weer terug. Ja, valspelerij noemen ze dat ook wel. Hallo, ik ben Paddy niet, hè? Oh. Nee, dat... En hij heeft geen Wochi. Oh ja. Wochi. Wochi. Chinese slak. Chinese slak. Kunnen we nog meer Chinese Pokémon krijgen? Nee. Past wel. Lex, joh, gaat Lex 2 leveltjes omhoog. Heel ziek. Ja, ik heb mooi Gastly. Nee. Het is trouwens wel echt kut dat Milan die elixir heeft gevonden, want dat is echt zo'n... Dat is echt zo'n item waar je tegen moet komen. Ja, en dit is ook... Maar hij is nu bezig met zo'n rij die redelijk makkelijk nog zou kunnen krijgen. Ook. Alleen de TM wordt lastig. Ja, dat... Zo, weer eentje bij. Oh ja, het is natuurlijk gerandomized. Ah, shoot. Die wilde ik nou juist niet hebben. Maar TM... Team was ook gerandomized, hè? Oeh, ja, dat is dit vind ik fijn. Want ik hou van XP. Kakuna. Want dat is van die Windows, hè? Dat is van die Windows. Ja, zeker. Ja, dat kent de jeugd natuurlijk niet meer, maar vroeger, voor Windows 7 en voor Windows Vista, had je gewoon Windows XP en dat was echt de shit. Dat was echt gewoon het ding. Dat was nog steeds beste Windows ooit. Dat was de shit. Maar dat komt vooral door de achtergrond van Windows XP. Die heeft nog steeds een speciaal plekje in mijn hart. Plum, 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 plum. Die heeft gewoon zijn eigen Wikipedia-pagina, hè? De achtergrond van Windows XP. Wow. No way. Het heet The Blizz. Zoek maar op. Vooral nu, zeg maar. Niet dat je dat later niet, gaat zoeken. Niet hierna, maar gewoon nu. Ja, nu je met dit bingo bezig bent, zeg maar. Dat ik even kan winnen. Anders lukt het me namelijk niet, want ik ben een loser. Oh. Nah. Nee. Perfect is neer, trouwens. Ik weet niet of jullie het wouden weten, maar... Zeker wou ik dat weten. Oké, nou, bij deze. Lettering. Een birdie. Yay, ik heb Bulbasaur. Coughing en Weezing. Volgens mij vecht ik zo'n Paddy, want die is ook coughing altijd. Die is inderdaad... Hey, Coco Weezing! Wow. Hij is samen echt Paddy Linked. Oeh, yeah, we zijn Paddy Linked. Hij doet hetzelfde.
mijn vinger staat... Wat? Wat is dit nou weer? Nah, cheater. Nah, dit redt hij wel binnen 2 uur dan. Ja. Leuk dat je erbij bent. Huh? Nou, het was leuk. Wat? Tot de volgende keer. Ja, dat vraag ik dus ook af, Sander. Kijk de streamer terug. Kutzooi. In deze game is het 18. Fuck. Of deze starters zijn 18 volgens mij. Chikorita is 14. Cyndaquil. Nee, Cyndaquil is 14. Oh, Cyndaquil is 14. Totodile is dan 18. Ja. En dan Chikorita is dan 16. Nou, kutzooi. Dat haat ik met mijn leven en mijn passie. En je leven en je passie. Ja. Wow. Hij heeft zo'n aardboner. Carrière als leraar, zeg maar. Dus die beide. TM9. Dat is mijn leven. Aeroblast. Hey, Sam. Wow. Hey, die ken ik. Inderdaad. Hoe wist jij dat ik die kende? Omdat jij zo'n Slimpy guy bent, toevallig. Waarom komt er geen Pokémon? Oh, dan moet je... Nevermind. Oké, daar heb ik dus niks aan. En dat is de enige Pokémon hier. Destiny Bond. Oké, dan ga ik wel niet jou verslaan. Oef, freaking. Oké, maar dan weten we wel wie er zit, weet je. Anders had het niet geweken. Precies, hè. And that's the spirit. Doomp? Dat is zeker de spirit. Dat is zeker de spirit, Doomp. Weet je, Tuff, geeft die een beetje XP? We gaan het nu zien. Ik moet nog heel veel. Hoppatee. Hoppatee. Ja, doe maar withdraw. Let me with rest. Yo, right on. Die is nuts. Nee, niet Rayman. Exacto mundo. Raymundo. Hey, Pokémon. Elke keer bulden als hij een triple ding attack doet. Dat is wel funny. Dat ik nu echt een hele hoge attack kunnen doen. Dat deed ik niet. Is dat Milaning die een baby Pokémon aan het vangen is? Dat klopt, ja. Nee, niet doen. Dat is toch niet normaal meer? Dat je zo wil winnen, hè? Dat je zo wil winnen. Dat wil ik wel, ja. Ja, daar heb ik Poly Swag, maar het is van een trainer. Dat is een beetje kut. Poly Swag? Ja, Poly Swag. Yo, dat met polies? Ja, dat is dus meerdere swag, hè. Dat is meerdere swag. Als in, je hebt mono swag en je hebt Poly Swag. Ja, zeker. En je hebt Monopoly, maar dat is een kutspel. Oh. Monopoly Swag. Flame Wheel. Dat ik heb trouwens een Pikachu gevonden en een lofbal. Oh, waarom vind ik alleen maar pokeballs? Ja, die grap werd niet gehoord. Hij gooi pokeballs. Ik denk dat we het allemaal niet zo goed konden verstaan, Sander. Ik zei, ik heb een lofbal. Toen zei ik, had ik die mind echt. Oh. Dit is mijn encounter. .nl. Dekting? Dekting is een Engels woord, hè? Jazeker. Wat is Poliwag trouwens ook een baby Pokémon? Nee. Nee. Hang het! Holy swag. Er zijn niet zo heel veel baby Pokémon in deze game. Is Toxel niet een baby Pokémon? Jawel, maar die zit niet in deze game. Ja, maar het is wel dood. Ja, gelukkig heb ik. Een stack. Heb jij Toxel tegengekomen? Ja. Heb je die al tegengekomen? Dat is wel een baby. Oh, had ik hier nou maar de baby versie van? De fantoogtekening. TikTok Walk, zegt ze dan. Oh nee, niet TikTok Walk. TikTok Walk. Mario 64 standring, doe dat me dat niet aan. Oh, ik dacht aan de. Ja. Poliwag is binnen. Waar staat dat beestje? Linksboven mijn Nidoking. Wow. Ja. Hey, Tyroke heeft een item vast. Wat hebben we hier nog meer te vinden? Oh, ik kan niet natuurlijk. Hey, sluk maar.
My balls. Tel different Pokémon. Als een Croc nou nu evolve naar een Ferelegate, telt het wel als different Pokémon, toch? Of niet? Ja, wat? Ja, 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 dat, we hebben afgesproken volgens de Pokédex. Ja. Als je Pokédex 20 zegt dat je die oont, ja, dan. Nee, dan ja, maar als voor vier different Pokémon. Evolve. Evolve. Oh ja, nee, maar van Totodile naar Ferelegator is wat twee. Is één. En dan van Croconaw naar... Ja, dat zeg ik. Van Totodile naar Ferelegator. Dus naar Croconaw en dan naar Ferelegator, zeg maar. Ja, dat is gewoon twee. Dat is gewoon twee keer evolueren. Tenminste, zo sta ik erin. Ja, dat, ja, hoor. Okay, dat vind ik, ja, ook. Maar dat is in mijn voordeel, dus ik kan dat niet echt zeggen, vind ik. Dat is makkelijk gezegd, als het voor mijn voordeel is. Ja, nee, dat vind ik. Ik vind dit wat voor mij. Ja, 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 dit is inderdaad wel. Ja, dit is moeilijk. Vinden jullie ook, hè? Vinden jullie ook? Ja, dat vinden jullie ook. Top. Ja, zeker. Ja. Grabbing Jack heb ik aan, hoor. Dus niet. Zeker. Als je moet lachen, weet je, dan weet je waar het door komt. Dat je dat weet. Omdat je de Grabbing Jacket aan hebt. Ja, ik heb wel de Grabbing Jacket aan. Yo, Jack? Is dit ook in deze game? Jazeker. Nee, die zit op een schip. Oh ja, dat klopt wel. Hyper Potion. Nou, maar dat is niet de item die ik nodig heb. Ook Blast, een Moonball. Lugia is wel lastig te gebruiken, omdat hij alleen maar Arrow Blast hebt en 5 pp. Dat had ik met Ho-Oh, volgens mij. Oprecht, Croconaw is makkelijker te gebruiken dan Lugia. En die, ja, levelt ook sneller. Die zit in de goede XP-groep. Dat is echt oprecht. Mensen doen altijd zo van... Yeah, Legend! Maar oprecht... Dat is wel een heel groot nadeel aan Legends, hoor. De leveling. Ja, klopt. Ja, zeker. Dat wordt underscatting. Dat wordt zeker underscatting. Ja, zie je. Dus als Milan het zegt, dan weet je dat het waar is. Is want Milan is een party pants. Ja, zeker, man. Escape rope! Waarom ben ik daar zo blij mee? Dat weet ik niet! Vertel, waarom ben ik blij mee? Hé, hey, een Mew 2! Ik heb er twee, hè? Ik heb er twee. Een Mew en een Mew 2. Mew. Ik snap wel niet dat, zeg maar, bij Uno. Of Articuno en zo deden ze helemaal tellen. En bij Mew deden ze gewoon niet tellen. Nee! He dead. Wat gebeurt er allemaal, ja, eigenlijk? Ik vond het Bayleaf. Nando die kwam Bayleaf als encounter tegen. Oh. Nu krijg ik Meowth. Dat is... ik wou zeggen... Dat is Sander's favoriete Pokémon. Was dat een Bayleaf? Van de vorige run. Nee. Meowth. Oh, fuck Meowth. Ja. Hey, dat is de andere soort. Nee. Kulava. Hij vindt hem gewoon niet. Dat vind ik gek. Dat is voor jou wel raar om te zien. Al die shiny Kulavas en Cyndaquils moeten gewoon naar mij toe komen. Dat doen ze normaal ook altijd, dus hoezo gebeurt het nu niet? Geen idee. Ik ga nu zo lachen als het straks echt... als ik echt een shiny Cyndaquil tegenkom. Of als die in het eitje zit, hè. Oh, Igglybuff. Dat is een babypokémon. Ja! Hey, nice, Nando. Leprosy. Ja. Ander, die gaat niet goed. Ze komen met een comeback. Lekker. Maar nu moet ik nog die Bayleaf gaan vinden. Dat is hij. Nope. Dat vind ik wel heel Bayleaf van je. Ja, hè? Dat vind ik ook. Dat je hem gunt dat hij komt. Ja. Ja, tuurlijk. Het moet toch gewoon gezellig zijn? Hoewel, hij mag een beetje competitie-ing zijn, maar hij mag ook een beetje gezellig-ing zijn. I love gezellig-ing. I love gezellig-ing too, Wow, yo, we zijn van die gezellig-ing, boys. Zeker. Zeker. Ik vind het heel tentacool van ons. Ik ook. Eens. Heel erg beest. Nou, Azulata. Ja. Ja. Ik weet niet waar die over praat. Alles staat in blauwe vlammen. Ja. En dat terwijl het een bugje is. Oké, okay, crazy, hè? Ja, maar het is randomized. Oh ja, dat is waar.
Dat is waring als haring. Zo waring als haring in de dating. Sending in de dating. Sending the flooring? Zeker. Ja, zeker. Is mijn favoriete Pokémon trouwens, hè? Sunflora. Wow. Is dat zo? Nee. Wanneer ga jij een Sunflora only run doen? Hey, trouwens, over only runs gesproken. Niemand, wanneer ga je een Jumper only run doen? Oh ja. Wat is dat? Wow, hoezo ga je zo snel, Nandowing? Wat? Maar jij bent met de gym bezig, ging. Ik ga de Whitney Houstoning doen. Ik heb nog geen Whitney Houstoning gedaan, hè. Ja, kijk, ik voel deze wel. Oh, ik heb geld. Cool, I love geld. Hou jij ook van geld? Doe dan een blauw duimpje omhoog op deze stream. Dat kan niet in de stream, ik weet het, maar ze moet dan in de video heen. Hij is wel aardig van je. Ja. Was dat wat ik denk dat het was? Huh? Ik ben zo lucky egg. Maat. Lucky egg. Lucky egg, ja. En nu gaat hij snel grinden. Level 50 Pokémon, hier Sander incoming. Ja. Dit is één. Dat kan ja, wel. Dat lach je wel. Een engelachtje. Ah. Ik ben Plankton right. Is dat een wilde Pokémon Sand Ring? Nee. Dat is Horsey. Skysore. Zo. Wow. You can really dance. You're my Oma Star. Je Oma Star? Nee. TM20! Maat! Hoe durf je de auto te stelen? Je download toch ook geen auto? Nee. Joh, laat me die auto downloaden, joh. Download me die auto. Even die auto downloaden, jongens. Yo, Mewtwo. Oh, jee. Mewtwo? Oh, dit was dom. Oh, dit was dom. En altijd steen. Oh, dan heb ik toch liever zo'n... Nee! Oh. Oei. Heb ik toch liever zo'n gelukkig eitje? Snorlax. Dat wordt wel goed. No. Oh. Ah, shoot. Laat de Freddy niet horen, want dan gaat hij zijn vriendin weer beledigen. No. Want dat is toch zo? Dat doet hij altijd als hij Snorlax hoort. Ja, dat is waar. Want ze is dik en ze kan niet opstaan. Masterball trouwens, Masterball. Masterball, hè? Lingering. Dus Just saying. Dat van Snow Patrol. Sinds wanneer kan een normal type move een ghost type raken? Foresight, waarschijnlijk. Foresight, ja. Nee. Sander weet alles daarvan. Hij heeft geen Foresight gedaan. Freaking. Dan weet ik het niet. Het kan James, yo, wil je baby's maken trouwens, James, met mij? Nee. Wow. Wat zei ik nou? Ik bedoel, ik wilde gewoon een smoetje, oké? Okay? Ik wilde gewoon een smoetje. Ik had nooit verwacht om die zin überhaupt te zeggen, maar... Niet klippen, jongens. Ik heb er geen tijd voor, ik ben veel te druk bezig met die rival. Shit, het werkt niet. Het gewoon dat je nu allemaal ging klippen. Oh. Had een van jullie nog de stream van Harm en Glenn gezien? Nee, ik had niks werk. Wanneer was dat überhaupt? Was dat vanmiddag? Het was vanmiddag blijkbaar. Toen moest ik practicum les geven. Hey, Steelix. Dat je niet reageerde. Ja, nee, dat klopt. Want ik heb mijn mobiel niet mee op de practicum. Of nou ja, ik heb hem wel mee, maar ik kijk er niet op. Dat is begrijpelijk. Dat is heel begrijpelijk. Als mijn leerlingen het niet mogen, vind ik dat ik het ook niet mag. Nee, ver enough. Vernuf 44. Ik zat op werk en dan mag ik niet op mijn telefoon. En terecht ook.
Ja, tenzij ik thuis ben, dan... Ja, oké, okay, maar... Ja, maar dan is het ook gelijk een andere situatie. Dat ik ook... Ja, ja, dan ben je aan het werk, maar dan zit je niet op werk. Nee, klopt. Dat klopt. Kan ik gewoon een video ondertussen kijken. Zo, uierringen? Ik heb een uierring op mijn scherm, hoor, jongens. Dus niet verward raken. Uierring. Hey, ik heb Paddy op mijn scherm. Zo. Oh. Weezing. Ja. Ja, hey, had jij die koffing niet eerder? Oh nee, dat was ik. Uh-huh. Ik wou net zeggen dat... Jij had koffing, ik had Weezing. Ja, precies. Anders hadden we echt de full Paddy combo. Ja, exact. Young Gaming. Exacto Mundo. En dan komt... Raymundo. Jazeker. Oh, ik snap niet dat sommige mensen niet weten wie Raymundo is. Je moet toch wel, als je een jeugd hebt van onze tijd, moet je toch wel weten wie Raymundo is. Echt hoor. The one and only Raymundo. Kom on, jongens. Ai. Ik kom niet voorbij de rival. Haha! Dat wordt Pokémon Inksvanging. Ja, die heb ik al bij me. Niet bellen. Jawel. Daarom moet je ook niet zorgen dat zij geen monies van jou pakt. Ja, dat is echt een fout die ik elke keer... Oh, waarom steeds Thunder Wave? Thunder Wave? Wacht. Thunder Wave. Ja, wacht, Young Rifle heeft ook een lantern? Mijn is had ook een lantern, of vorige fight. Hoyo, magische broeder. Nee, ik rende weg van een bepaalde Pokémon. Ja, dan moet ik ook niet een bepaalde Pokémon. En dan moet ik ook nog een Moonstone vinden natuurlijk, om Nidoqueen te krijgen. Oh, dit is toch zo'n ellende. Recht naar de maan, daar komt Xander aan. Ben benieuwd wat hij weer gaat beleven. Altijd een slim idee. Oh, dit is een slim idee. Oh ja, dat was. Hij maakt dingen mee. Woef, woef. Ja, jongens. Poliswerk. Dat je zo wil winnen is echt heel pijnlijk. Lekker. Hoezo krijg je daar een Pokémon? Je kan daar normaal Spero krijgen. Ja, Kenya. Toch? Ja, Kenya. Slimpy guy. Die heb ik vorige keer ook gehaald, Kenya. Maar bij mij was het een Ponyta. Volgens mij. Ik kan hem niet in de box steven. Ponyta, more like Pony B. Pony B. Hoe krijg je dan een Pokémon van hem? Gewoon praten? Nee, ik krijg niks hoor. Nee, dat is de contest. Waar dan? De gate, zeg maar, vanuit Golden Rot richting die route. Dat wist ik helemaal niet. Niet? Ben je wat geleerding? Ja, is voor de speedrunning tactics. Hoe vet dat jij dan een poliwag krijgt. What the fuck, maat. Dat is wel echt mazzeling. Ja. Yo, ik weet dat ik ook een lucky egg heb, maar volgens mij heb jij hem ook in real life. Want jij hebt zo'n poly swag. Ah. En dat is meerdere swag tegelijkertijd, hè? Dat is meerdere swag. Meerdere polies. Nee, dat is niet hoe poly werkt, in principe eigenlijk. Maar ja, voor jou wel. See you. Man. Ja, maar nee. Of nee, maar ja, bedoel ik. Recht naar de moon. Stone wil ik hebben. Ik ben benieuwd wat voor Pokémon ik ga krijgen. Ja, ik ben ook benieuwd. Wat krijg jij? Ik krijg nog steeds geen Pokémon, hoor. Jawel. Een Kenya. Een Crobat. Een Zubat. Een Golbat. Bijna. Veel te proberen. Loser boyings. Sorry. Ik had ook Golbat moeten... Nee, ik bedoel, de Golbat zelf is een boer boy. Ja, dat heb ik wel. Is zo'n Pokémon. Level 15. Cabra-ing. Ik dat niet in mijn hoofd. Oeh, Ninetales. Ja, maar geen Wilde-ing.
Nee, dat zit dat inderdaad niet. Charmeleon. Maar we kunnen wel kijken of ik die kan vangen. Ideals. Straight through the moon. Ik heb ook nog een smokeball. Echt, ik ben echt Paddy Lock aan het doen volgens mij. Paddy Lock. Smokeball, Spuffing en Weezing kom ik tegen. Cool on Paddy. Fuck zijn. Ik heb hetzelfde probleem als jou, Sandry. Eeuw, sluk me! Hetzelfde probleem? Wat, welk probleem heeft hij? Ninetales zit ook niet bij mij in. Oh, dat. Duck Trio. Ja, oké, okay, doei. Oh, wacht. Oh nee, nevermind. Wee, dat was het gym. Lekkerie. Yo, een speedtime met een Ditto. Nooit eerder gezien volgens mij. Nee, ik snap het. Ditto transformed into mij, dus. Oh, ben jij hier ook in een counter? Oei. Wat leuk voor je. Dat komt echt heel sarcastisch uit. Ja, inderdaad. Hoe de Farfetch bedoel ik werkt. Hey! Yo, ik ben bij een encounter. Rusty heeft gewoon de Kulava ingevonden. En die gaat ook zeker met mij mee. Zo weinig XP, what the frick. Relax, take it Snorlax. Take it Snorlax. Dit is niet Windows right now. Fans, punch, yep. Meter, outrage. Ja, dat is een outrage. Nee! Uh-oh, SpaghettiOs, wat gebeurde er? Oh, shit. Ik nog op vanavond. Whatever. Whatever. White apricorn? Dat is een apricorn, alleen dan niet black. Is hij albino? Ja. Heeft hij gewoon een berry juice gevonden? Nee. Een item finder? Ja, what the frick, Ja, een company items.